een psychiatrisch verleden, een verslaving of gewoon omdat men al heel lang niet gewerkt heeft. Er zijn wel 1001 redenen te bedenken waarom mensen niet aan het werk komen. Dave van der Pol is zo iemand voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt te groot was geworden. Door omstandigheden had ik een aardig gat in mijn cv van een paar jaar. En ja, daar zit men niet op te wachten in de reguliere arbeidsmarkt. Dus ik had daar wel even wat hulp bij nodig. Ja, dat is dus gelukt inderdaad. Dave kon namelijk nog wel terecht bij afdeling buurtbedrijven van de Ergon. Het vangnet voor mensen die het zicht op werk zijn kwijtgeraakt. En net als bij Dave is een gebrek aan goede wil vaak het probleem niet. En sommige mensen die zijn als ZZP'er failliet geraakt. Anderen hebben een echtscheiding achter de rug. Er kan ook een verslaving bij komen kijken bijvoorbeeld. Kortom, allerlei zaken die je leven gewoon ontregelen. En ja, daar komen zeker wel verhalen los dan. Ja, dat zijn soms pittige gesprekken. Ja, ja, ja. Dave zelf kon zijn draai al snel vinden bij buurtbedrijven. Hij moet in Woenselwest de opvolger worden van buurtconciërge Toon Stuiver, die de wijk al 10 jaar schoon, heel en veilig houdt. Ja, van alles, hè. Bedden, hout, papier, toestoelen, ijskasten. Ja, praktiseer met een teken bij de straat van de mensen buiten zetten. Waarom brengen mensen dat niet gewoon naar de stoel? Ja, ik heb mensen die willen en ik heb mensen die zijn lui, die zetten het gewoon neer. Ja. Want Toon ruimt het wel op. Toon en Dave samelen in opdracht van gemeenten en corporaties afval in. Vervangen wel eens een lampje, haken een tuintje en helpen ondertussen mensen die zelf langdurig werkloos zijn geraakt. Natuurlijk, voor sommigen is het gewoon al moeilijk om op tijd uit bed te komen. Daar begint het mee. Dat is de basis al. Uit bed komen, brood maken en naar je werk fietsen. Het klinkt heel normaal voor veel mensen, maar voor sommigen is dat toch een probleempje. Ja, laat staan in teamverband werken of ja, wat wij dan zeggen normaal doen. Ja, dat is niet altijd een vanzelfsprekend gegeven bij iedereen. Ook al is de rommel op straat deel van zijn werk, het mag best wat minder, vindt Toon. Die voordat hij met pensioen gaat nog een belangrijk advies heeft voor de buurt. Mensen, ruim de rommel op. Groeit in de ondergrondse opbrengen naar de stort. Blijf het doen, want wij moeten het allemaal opruimen. Als iedereen daar netjes naar luistert, dan hebben we geen werk meer. We hebben werk zat, we hebben ander werk. Ja? Ja. Wat dan? We gaan tuintjes doen. We gaan in het groen zitten. We hebben werk zat. Veel werk. We komen al te kort aan het werk. Binnenkort gaat Toon met pensioen, een moment waar hij best naar uitkijkt. Het is mooi geweest. Blijf bezig, want ik ga niet thuis zitten piekeren. En ik ga graag naar de camping. Maandje of 5, zomers. En ook 2 keer per dag boelen. Wedstrijdje boelen. Dat doe ik ook. Ja, ik vermaak me eigenlijk al wel op.